zoek naar Storm. Eén tijd Persoons. Zo moet het. Twijfelt misschien net iets te lang. Persoonsbal die verlengd wordt. Agumo met de kans tegen Wijmans. Hier is Stevens. Stevens met de kans. Stevens in de richting. Maar dat balletje van Garlito. Hier is Lee met de voorzet. Goeie baller van Lee. En bijna het hoofd van Stevens. De grasmat, ja, dat is toch echt wel een probleem. Het is toch ook echt wel een van de oorzaken. Van het magere spel ondertussen opletten, want Gillikens die was uit zijn goal. En dan probeert Wijmans het in één keer. Goed van Gillikens, het wegtrappen. Het was even minder. Dat gele truitje van hem, dat is helemaal vol met modder. Nou, dit was een bal die goed ging hoor, van Marco Wijmans. Schuster. Met Lee achter de bal. Het wordt de Fransman. Een baltje verlengd. Daar is de kans voor Tubeke. Nog een keer. Nu Lee met de poging. Hij raakt hem helemaal verkeerd. En op deze bal gaat er niet in. Carambole voor de goal van Gillikens. Mardes. Chimanga. Met wat geluk door de benen van Dudouy. Daar is Sekeli met de voorzet. En daar is de kans. En daar is de goal voor Owajel. Het staat 0-1. Casagolda is de man die scoort. En hij brengt Oud-Heverlee Leuven dan toch op voorsprong. 73 minuten ver. En iedereen recht op de bank. De Kivi. Het wijkt de tackle. Dan wacht hij. Dat Diediu in buitenspel staat. De voorzet van Kelly, daar is Diediu. Legt hem terug op de Kivi. Martens. Hier is Kelly met de voorzet. Diediu gaat hem maken. Nee, tegen de paal en dan de Kivi. Ook hij krijgt de bal er niet in. Oachel heel dicht bij de 0-2. En deze man heeft echt wel pech. In het slot iets meer dan 88 minuten ver.